Anthuriumkwekerij Stolk Brothers heeft deze week de Tuinbouw Ondernemersprijs 2024 gewonnen. Het bedrijf uit Bergsenhoek teelt op 8 hectare en levert jaarlijks 2,5 miljoen planten. Ja, heel erg mooi. We waren erg verrast dat we gewonnen hebben. Maar heel mooi, zeker. De verneveling in de kas is om het tropische klimaat na te bootsen. De jury was vooral positief over de volledige biologische gewasbescherming. Hier wordt een natuurlijke bestrijder uitgezet. Meer dan 30 jaar werken we met biologische bestrijders. En daarin zijn we denk ik ook wel uniek in de potplanten. Het is voor ons een way of life, zo gezegd. Daarnaast prees de jury het veenvrij telen. Het veengedeelte hebben we 2 jaar geleden vervangen door een kokos- en een houtvezelmengsel. En daardoor gebruiken we geen veen meer in de pot. En dat wordt gewaardeerd, zeker in Engeland en in Scandinavië, waar veel veenvelden zijn. En ze inzien dat milieubelastend is als we dat gebruiken. Het familiebedrijf van de broers David en Pieter bestaat bijna 100 jaar en levert exclusieve anthuriums. We hebben 6 verschillende potmaten. Ja, zeker wel 20 verschillende rassen hier op de tuin staan. Waarin we proberen om de klant zo optimaal te beleven. Vele maten en kleuren vraagt ook veel handwerk. En dat doen ze samen met 30 medewerkers. Als je 1 potmaat en 1 kleur hebt, dan is dat redelijk makkelijk te automatiseren. Maar als je zoveel verschillende potmaten en kleuren hebt, is de automatiseringsslag wel ingewikkelder te maken. En dat vergt voor ons extra inventiviteit om dat toch goed te doen. Het is ons doel om uiteindelijk chemievrij deze anthuriums te kunnen kweken. En uiteindelijk ook van het gas af.